Eind juli zijn door de gemeente Altena twee snelheidsremmende maatregelen in de van Randwijklaan te werken dam gerealiseerd. Deze maatregelen bestaan uit twee wegverspallingen met een verhoging. Eerder waren al maatregelen genomen om de snelheid te verlagen, maar deze hebben weinig effect gehad. Zo vinden er regelmatig bijna ongevallen plaats. Omwonenden ervaren het oversteken van deze straat nog als onveilig. De werkzaamheden zijn deze week uitgevoerd omdat de omleiding gedurende schoolvakanties weinig overlast zou veroorzaken op een drukke schoolroute.